Mijn naam is Bert Rijk. Ik ben mede-eigenaar van het bedrijf Aurea Imaging. Wij werken aan drones en data-analyse. En we zetten dat in de agrarische sector. Dus voor landbouwbedrijven. En wij vliegen met drones over de akkers. Dus over de gewassen. Wij analyseren die gewassen door met die drones naar beneden te kijken. Er zitten sensoren onder die drones. We werken hierbij samen met veel lokale dronepiloten die daar overal een boterham aan verdienen. En dankzij het MIT-project hebben we dit kunnen uitvoeren en opbouwen. Wij hebben voor dit MIT-subsidieproject een technologie ontwikkeld die gebruik maakt van verschillende soorten camerabeelden. En aan de hand van die luchtfoto's kunnen wij analyseren welke stukken van het gewas beter en slechter groeien. En dat is interessante informatie voor de boer of voor de leverancier om uiteindelijk zijn product mee te verbeteren. En we willen twee dingen bereiken met het project. Enerzijds de samenwerking met een ander innovatief MKB-bedrijf. Dus het is altijd leuk om met bedrijven uit andere sectoren samen te werken aan één product. Anderzijds willen we concreet dat product maken. We zijn dat nu bij een aantal bedrijven aan het inzetten op kleine schaal om te kijken hoe dit in commerciële setting gaat werken. Naarmate dat we gingen opschalen kwamen we erachter dat we niet alles in ons eentje efficiënt kon vliegen. En daarmee hebben we een netwerk, een soort Uber voor landbouw dronepiloten opgezet. En dit netwerk van dronepiloten dat werkt samen op grote schaal dronedata te verzamelen. Maar wel overal met lokale piloten die daar een boterham aan dienen.